Een hele goede middag allemaal. Ja, even een hele andere setting vanuit bed. Ja, het is vandaag vrijdag 2 augustus. Het is nu 13 uur 24, bijna 25. Dus ja, een beetje laat aan de late kant. En ja, ik lig nog op bed. Maar dat heeft ook een reden. Maar daar later ook weer meer over. Ik zou nu al zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Ja, een hele goede middag mensen. Het is nu alweer 13 uur 58 nu net. Kijk. Nee, gisteren had ik dus een mooie fotoshoot gehad. Daar was ik heel blij mee. Maar na die operaties wat ik allemaal heb gehad, had ik gewoon gisteren even een of dateje. Een of avond. En daar heb ik nu nog een beetje last van. Dus dat weet Ro ook. Dus Ro die laat me ook een beetje gaan. Als het alles goed gaat, gaan we vanavond lekker even zwemmen. En even kijken. Ja, en ook alles komt eventjes. Gelijk op nu ook mee. Dat is mijn verjaardag komt eraan. Mijn kleine zusje Katja komt er ook weer aan. Daar heb ik het ook altijd moeilijk mee. En met mijn eigen verjaardag ook. Het klinkt misschien heel raar, maar dat is er dus niet. Mijn zus is vroeger weggelopen uit huis. Ik was ook niet een van de makkelijkste. Mijn moeder die had het zwaar, want die is vroeger dat ik 4 was, is ze gescheiden en van mijn vader. Dus ja, daar is eigenlijk al, ik was ook niet een van de makkelijkste. Mijn broer die woonde ook niet thuis, dus ja. Wat ga je dan doen? Kattenkwaad uithalen. Ja, dus onder andere. En ja, ik zeg het niet altijd, maar ik zeg het nu ook. Maar daar heeft mijn moeder dus niks aan doen. Ik ben dus ook seksueel misbruikt geweest. Daar weet mijn moeder ook van. Dus dat is ook geen nieuwtje voor haar. Maar ik durfde het vroeger niet te vertellen. Dus dat is allemaal achteraf gekomen. Dus ja, een moeilijke puber. Ga zo maar door. Hè? Ben ik dus ook uit huis geplaatst. Mijn moeder die had niet echt de middelen om dus bij mij te komen. Mijn vader die vond op dat moment zijn gezin belangrijker, naar mijn idee, nog steeds. Hij weet hoe ik erover denk. Ik heb dan nu wel contact met mijn vader, maar dat loopt ook nog niet helemaal zoals ik het zou willen. Hij laat ook het contact met zijn eigen zoon continu verwateren. Ik ben iemand die het gezin een beetje bij elkaar wil hebben, wat niet altijd gaat, maar oké, helaas pindakaas. Dus ja, als je dus jarig was, werd het ook niet echt gevierd, dus op een groep, want daar hadden ze het geld niet voor. En ja, dan kom je daar, dan ga je ook daar weer kattenkwaad uithalen. Dus ik heb een jaar in een isoleercel ook gezeten. Dus dat is ook niet zo fijn. Dus, maar dat maakt niet uit. Geeft het allemaal niet. Dat heeft me wel gevormd zoals ik nu ben. Sowieso. En het is ook van hoe ga je ermee om? En dat is nog steeds een lastig puntje voor mij. Dan ook gewoon eventjes kwaad even op alles en iedereen, maar niet op mijn man, gelukkig. Het zou eens wat wezen. Nee, maar daarom zeg ik al, ja, net zoals met de kerst en oud en nieuw, iedereen die ging weg op die groepen en ik bleef alleen achter. En zoveel leuke dingen deed ik ook niet met de leiding. Het was alleen maar of een vlooienmarktje en het was eigenlijk maar snel weer weg. En dan was het weer op de groep. Dus daarom zeg ik al, leuke dingen deed je niet. Was het maar zo, want dan had ik het ook niet zo moeilijk gehad. Dus ja, dat even mijn verleden in het snel en in het kort. Ja, wil je wat meer weten, ook van mijn verleden, het zou kunnen. Schrijf dan even onder, want dan moet ik wel even mijn koppen bijhouden. En dan moet ik ook even opschrijven van wat ik wil vertellen en hoe. En hoe ik het eigenlijk weer uit ben gekomen. Want ik heb ook dus in de schildsanering en alles gezeten. Ik doe het nu zelf ook. Ik help mijn eigen moeder er nu mee. En ook ik help Ro er ook af en toe nog mee. Dus ja, ik help iedereen een beetje. En ja, dat stijgt mij soms een beetje soms tot daar. En niet tot daar. Maar dat maakt niet uit. Dat hoort er ook allemaal bij. Ja,
Dus ik zou zeggen, dank jullie wel dat jullie even daarna hebben geluisterd. Ja. Dus dan weten jullie het ook een beetje dat als ik gewoon even een off day heb, dat ik ook niet even en niet altijd even vlog of wat dan ook. Terwijl dat er ook bij hoort. Maar ja, dat is ook weer nog iets voor mij. Ik schaam me dan weer niet voor mijn littekens, maar dan wel weer voor dat. Hoe krom wil je hem hebben? Ja. Oké, nou, Rodi had dus een pakketje. Die heeft hij dus opgehaald. En die gaan we dus zo meteen aan jullie laten zien. Wat voor pakketje? Kijk, daar is mijn mannetje. Hi. Hij schat. Druk, hè? Ja. Sorry. En hij heeft ook niet zo lekker geslapen. Waarschijnlijk heeft hij zich onbewust zorgen gemaakt om mij. Geen idee. Dat denk ik wel. Hij. Dus ja, en ik ga dus zo meteen filmen wat hij heeft gekregen vanaf zijn studie slash werk. Ja. Hij gaat binnenkort volgende maand en met zijn studie beginnen, beveiliging. Ja. Dus gaan even unboxen. Kijk eens, mensen. Kijk eens hoe lief dit ligt hier. Kijk eens hoe lief dit ligt. Ja, dit is zo lief. Hè? Het ligt gewoon bij elkaar op de bank. Hè? Hm? Jij. Jij. Dat is zo mooi. Jij. Het is zo mooi, hè? Lach je lekker. Dat is lekker, hè? Ga maar lekker verder slaapje doen. Maar lekker verder slaapje doen. Ja. Ga maar doen. Ga maar doen. Ga maar lekker slaapje. Nee. Mag. Hé, kind. Kom eens. Hé, kind. Ga eens maar zitten. Jo, je zat erop. Nou. Ik ga kussen voor jou. Kussen voor jou. Hé. Hey. Je bent lief, hè? Leg je lekker met Speedy, hè? Jij, leg je lekker met Speedy, hè? De bank, hè? Nou, en wat moet jij nou weer, zus? Niet op tafel met jouw speeltjes. Dat mag niet. Die wordt nu even ingenomen. Dat weet jij. Dat mag niet. Nee. Dat mag niet van mij. Die denkt ook, nou, ik ga wel liggen. Ik ga wel liggen. Nee, je mag niet je speeltjes op tafel neerleggen. Dat mag niet. Nee, want dat wil ik ook niet hebben. Nee. Dus, dan wordt het ook gewoon niet gedaan. Dus dan wordt hij even gewoon even ingenomen. Eigenlijk zo'n dikke beeld. En ze heeft dan wel meerdere speeltjes. Ja, een hele goede middag. Nou, Rodi gaat zijn pakketten doen. En ik heb even mijn hand erop voor de adressen. Ja, doe maar schat. Je kan uitpakken. Zo. Wat zit erin? Trommelgeroffel. Ja. Ja, die ligt daar. Prima. Oh. Ja. Nog meer kleding. Ouders een broek. Eén broek, nog een broek en nog een broek. Drie broeken. Drie broeken. Dat zit in de pakboom. Na levering zeker. Pantalon hier, antraciet. En een inkorte pantalon. Oh, drie stuks. Drie stuks Drie pantalons. stuks pantalon en drie keer ingekort. Nou, dat check. Wat prijskaartje eraan op. Ja, dat ziet er heel netjes uit. En ik zou het maar ook zo houden. Nee, dan kan je beter hier gelijk in de kast doen. Yep. En dan later vandaag gaat hij zijn andere pakket ook uitpakken.
Of deze week. Ja. Ben je er blij mee? Ja. Met drie nieuwe broeken. Kijk. Zo. Ja. Dus dan heb ik wat te strijken als jij... Ja, dit en dit moet je strijken. Oké. Ja. Zo, dat was dus weer een pakketje. Jip. Want jullie hebben het wel kunnen zien. Ja, dan denk je lekker even te gaan zwemmen. Naar het hofpad is hij dicht. Al om 3 uur. Hey. Wat? Nou, dan gaan we even kijken wat we gewoon deze week en anders volgende week kunnen doen. Ja. Want ik zei de gek. Het is een beetje duur, weet het. Weet het. Maar ja, ik ben dan ook jarig, dus dan hoef ik ook niks te betalen. Scheelt weer. Ja. Lekker, eigenlijk het liefst. Lekker naar Wassenaar, Tikibad. Ja, nou ja. Tikibad niet, maar gewoon lekker veel glijbanen en alles is leuk. Ja. Ja, een golfslagbad toch ook, hè? Ja. Ja, oeh, leuk. En tegen de golf in springen is grappig. Ja. Er zijn weer 2 even aan het stoeien. Houden we het heel erg gezellig? En Rodi zit daar. Hoi. Hoi. Dus ja. We gaan nog even bakkeleien. Ja, bakkeleien is handig. Ja, is leuk. Nou, de dames in spelen zijn wel lekker gaan spelen. En moeder Teresa die ligt hier gezellig. Rustig. Ja. En dit doet me zo goed. Loffy is nou degene die aan het uitdagen is. Dat vind ik zo leuk. En wel in de ruimte blijven, dames. Ja, dat vroeg ze ook af. Ja, maar welk woord en gebruik jij nou altijd? Dus ja, ik moest even denken. En één keer zei ik tegen haar en tegen Sjel van ruimte. Oh ja, zegt ze, dat en dat was het woord. Dat moet ik nog even leren, zei ze. Dat is leuk. En dat ik gewoon nog mensen kan trainen, sturen. Mm-hmm. Ja, het is gewoon de basis en die je traint. Mm-hmm. En niet een hond, hoor. Mm-hmm. Ja, ook wel deels, maar het is maar net hoe voed jij je hond op. Hé? Jullie zijn ook zo gevaarlijk, hè? Ja, jullie zijn zo gevaarlijk. Nee, ik ben niet. Nou, dit gaat nog wel even door met hun. Ga staan dan, tegenover elkaar gestaan. Ik kan een mooi foto maken als jullie dat gaan doen. Nou, ze weten ook gewoon en waar de ruimte is ook, hè? Ja, dit is zo lief. Ja. Nou, zoals jullie dus zien, ben ik dus aan het rijden. Mijn broer is dus nu live op YouTube. Yep. Lekker gezellig.
En ja, ik ga gewoon nog even door met rijden. En ik neem jullie nog niet mee. Nee, jammer hè. Ja. Waarom nog niet? Omdat ik daar geen zin in heb. Niet. Handen aan het stuur houden. Niet met je telefoon in je hand. Doe, nu wel. Oh. Nou, is goed. Dus, nee, ik ga nu gewoon weer lekker rijden en dan komt het weer helemaal goed. En het ligt zo lekker. Oh, puppy. Hey Blue. Ja, lieve allemaal. Beste allemaal. Geweldig allemaal. Hallo. Daar zijn we weer. Nog steeds. Het is 1 uur 19. Ja, bijna 20 over 1. Waar gaat hij ons aan doen? Dan gaat hij met haar naar huis. Dan gaat hij slapen. Ja. Als hij wakker wordt, dan gaat hij post lopen. Okay. Ja, en wij zeggen jullie dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Misschien is het een korte vlog, ik weet het niet. Ik hoop dat het een degelijke vlog is geworden. Ja, vast wel. Ik weet het niet. Ik ga morgen even vlogs maken. Als jij gaat post lopen. Echt goed. Ja, dan moet ik ook nog rondjes doen. Rondjes? Oké. Okay. Ja, of jij moet ze doen. Dan ben ik met post aan het lopen. Nee, nog voor die tijd. Maar oké. We kunnen er lang en breed over gaan praten. Maar dank jullie wel voor het kijken. En doe een blauw duimpje omhoog. Of een roze, of een rood, of een geel, weet ik het. Doe een belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Elke dag om 4 uur komt een vlog online. Ja. Daar streven we naar. En laat een leuke bericht achter. En dan dank jullie wel. Dank je. Tot morgen. Doei. Doei.